dan hebben we nog Hein van Vroonhoven. Hein, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Ballonvaarder ben jij. Ja, dat klopt. En een bijzondere ballonvaart gehad waar je met z'n allen, met de collega's, ook behoorlijk blij van bent geworden. Want wat heb je gedaan afgelopen weekend? Ja, we hebben een ballonvaart gemaakt voor ons bedrijf van Joy Ballonvaarten. Ja. En daar hadden we een oma van 90 mee, oma Hemink, met haar twee kleinkinderen onder andere. Oma wilde eerst niet, maar is toch meegegaan en heeft eigenlijk gewoon een uur lang stilstaan genieten. De kinderen vonden dat ook helemaal super. En ja, ik word daar ook blij van. Ik hoef niet naar de Olympische Spelen, maar ik word van dit soort dingen ook erg blij. Ja, dat lijkt me sowieso bijzonder om het te kunnen delen. Die passen die je hebt voor het ballonvaren met mensen in het mandje, maar... Zo oud iemand, dat heb je niet, volgens mij niet elke dag. Nee, dat heb ik zeker niet elke dag. De vorige oudste dame, dat was iemand van 87. Dat is al een aantal jaren geleden. Dus dit was ook een record? Dus dit had ik ook niet verwacht, inderdaad. Dat klopt. Maar je maakt ook nog wel redelijke smakken, toch, uiteindelijk, als je landt? Nee hoor. Over het algemeen landen we heel zacht. We hebben nu ook een redelijk zachte landing gemaakt. Alleen een klein stukje moeten slepen, omdat die wind de ballon omver duwt. Ja. Maar dan gaat de mand heel langzaam om en oma die lag prima. En die hebben we met z'n allen gewoon uit de mand gekomen. Nou, wat goed zeg. En van waar naar waar ging de reis? We zijn in Haaksbergen gestart en we zijn in Huppel bij Winterswijk geland. En dat was afgelopen zondag? Dat is afgelopen zondag, dus we zijn ongeveer 20 kilometer ver gekomen. En boven in de lucht hebben we een gangetje gehad van 20, 25 kilometer per uur. Zo, ja. Dus met dit soort dagen, als die zon gewoon lekker de hele dag schijnt, is dat ideaal voor jou? Ja, dit soort dagen is ideaal. Is wel een beetje afhankelijk van de wind. De wind die moet s'avonds wel een beetje rustiger worden om veilig te kunnen starten en zeker om veilig te kunnen landen. En waarom is het eigenlijk bijna altijd dag s'avonds dat ik ze zie? Ja, dus de laatste twee uur voordat de zon ondergaat, dan gaat de zon steeds schuiner op de aarde staan. Dan verwarmt hij de aarde niet meer. En daardoor wordt de lucht rustiger. De turbulentie neemt af. En dan kunnen wij de lucht in. Huh? Dat geldt ook voor de eerste twee uur in de ochtend. Dat zijn echte momenten dat je moet ballonvaren. Ja, dat klopt. Nou, wat goed zeg. Nou, ik heb weer wat geleerd en ik kan me voorstellen dat je er blij van wordt. 90 jaar was het, dus mevrouw Hemink uit Haaksbergen. En zij kreeg van jullie de eretitel, die vond ik wel leuk. Barones van Haaksbergen naar Huppel. Helemaal. Ja, mooi. Ja. Hein, dankjewel en een fijne avond nog. Graag gedaan, Frank. Hoi. Fijne avond. Hoi. Iets leuks met GLD.nl